Goedemiddag mensen, hier de nieuwe Colts uit Vrij. Ik zit in mijn Dodge Ram 2500, 8 liter V10 uit 1995. Ik heb vanmorgen een koude start gehad met een relatief lage accuspanning. Die accu is gewoon slecht, die is wel niet op. Ik heb hem al een paar keer opgeladen, ik heb er ook een filmpje van gemaakt. Hij heeft geen lekstroom, hij heeft gewoon laadspanning van de dynamo. Maar dat helpt gewoon niet meer en het wordt nou kouder, dus je accu is gewoon waarschijnlijk een stront. Maar ik had dus een check engine light. Dat is bij een 1995 model is daar gewoon check engine light. Dat is safety aan, is rood. Die kan je uitlezen door het contact drie keer op en neer te zetten. Zonder te starten. En de derde keer laat je hem staan. Dan geeft hij een flashcode. Dat lampje gaat knipperen. Dat is dan... stel dat hij code 20 aangeeft. Dat is of 22, het maakt niet uit. Dan gaat hij eerst twee keer knipperen. Pauze. Twee keer knipperen. En dan heb je een lange pauze. En dan heb je de code heb je dan staan. Er zit 2 en 2. Dus hij geeft een dubbele code aan. Dus ik ga kijken of we hem eruit kunnen halen. En dan kunnen we kijken wat die is. Een paar codes weet ik uit mijn hoofd. Want ik weet code 12 is bijvoorbeeld dat de accu laatst los is geweest. Dat hij dus een bepaalde spanning heeft gemist. Nou, dat klopt. Want ik heb de accu laatst losgehaald. Maar dat wil niet zeggen dat deze code het is. We gaan gewoon kijken wat hij geeft. 1, 2, 3. Nou, check 1 lijn brand. Gaat uit. 1. 1, 2. Lange pauze. 1. Pauze. 1, 2. Dus dat is 12. Dus heb je 1 en 2 keer. En daarna lange pauze. Dan geeft hij de code opnieuw. Dus hij gaf nou code 12. Nou, dat weet ik toevallig uit mijn hoofd. Dat is dat de accu laatst los is geweest. Dat klopt. Die accu is gewoon slecht. Waarschijnlijk heeft hij te weinig accuspanning opgevangen. Waardoor hij dus nou die foutmelding heeft. Ja, dat is dan niet per se een ramp. Zo geeft hij meerdere codes, kan hij zo aangeven. Dus ik ga kijken of hij meer foutcodes heeft maar dan dit. Maar één code die we eruit hebben gehaald is code 12. Maar dan hebben jullie even gezien hoe dat werkt. Misschien hebben jullie iets aan. Dit is voor een 95 model. Ik weet dat andere modellen, die kan je ook zo uitlezen. De nieuwe modellen. En dan geven ze in het digitale frontje geven ze dan een P-code. Dat geeft dan een code aan wat eventueel fout kan zijn. Maar ik zeg, als je dan wil resetten de code. Dat is eigenlijk wel gek. Dan moet je de minpol loshalen van de accu. 20 minuten, daarna terugzetten. Systeem laten opstarten weer. En dat kan zijn dat hij eruit is. Ik zeg al, dan moet de accu wel goed zijn. Want anders geeft hij weer... Voor je Dodge Ram van 1995. Hij eindigt de code. Als er dus geen codes meer in zitten. Dan eindigt hij met 2 keer 5. Dus 55. Dat is end of codes. Dus dan kan je dus zo kijken. Hè? Want we hadden nou dus 1 flash, pauze, 2 flashes. Dat is 12. Dan heb je lange pauze. Toen gaf hij 5 flesjes, pauze 5 flesjes, dat is 55. Dan weet je dat dat de enige code is. Misschien wel makkelijk om te weten, want anders stel jij hem voor gaat. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.